Met het aansteken van de dia is de nationale Diwali-manifestatie zaterdag ingeluid op het Onafhankelijkheidsplein. Waarnemend president Ashwin Adin stak de dia samen met zijn wederhelft als eerste aan. Net zoals de 10 voorgaande keren is het feest ingeluid met diverse zang- en dansoptredens. De organisatie lag in handen van de culturele Unie Suriname, KUS. Voorzitter Anil Manurat stond stil bij de betekenis van dit evenement, namelijk de overwinning van het goede op het kwade en het schoonhouden van de omgeving. Het allerbelangrijkste van dit lichtjesfeest is echter dat de mens haar innerlijke schoonhoudt, zei de KUS-voorzitter tegen het goed opgekomen publiek. Het is een gelegenheid die de familie, vrienden en kennissen, kortom en ieder die zich mee verbonden voelt, samenbrengt. Is het niet prachtig, Suriname? Laten we trots zijn op de eenheid die we merken bij Diwali. Overigens, in de meeste culturen heeft licht een positieve betekenis. Het verwijderen van duisternis. De viering van Diwali duurt precies 6 dagen. De dag waarop Lakshmi Mata en Ganesh Bhagwan aanbeden worden in de 4e en belangrijkste dag. Vandaar dat de meeste Hindoes ook dagen ervoor en erna vasten. En ieder op zijn of haar eigen manier. Dit is tevens de dag die het algemeen bekend staat als Diwali. Ook de dag na Diwali is bijzonder. Als u dit jaar een dia aanmaakt. Als u dit jaar een dia aanmaakt, dan denkt u aan de betekenis ervan. Verlicht niet alleen uw huis en omgeving, maar ook uw ziel. Waarnemend president Ashwin Adin bracht het aansteken en verspreiden van het licht in relatie met de handelingen van de mens. Als u conform de natuurwet leeft, dan moet u niet druk maken, dan hebt u het juiste karma verricht. Maar u zult dat herkennen, want er zijn 3 takken daarvan. 3 type handelingen. Yajjas tapo danam. Yajja kya hai? Yajja is offer. Dat elke handeling die u verricht als een offer is aan Parabrahma, aan God. Daarvoor vraagt u niets terug. U handelt. Maar u zegt, hum karta nahi hai. Ik ben niet de doener. Karta to Bhagwan hai. De doener is God. Ik ben slechts het medium. Hum to kewal sadhan matra hai. Ik ben het medium. De doener is God. En ik ben slechts daartoe het middel. Offer. Elke handeling die wij doen als offer zien, is een reinigende handeling. Dat wordt pavitrakarak genoemd. Deze 10 pavitrakarak, de 3 reinende handelingen voor de ziel, zodat die jyoti, die vlam, altijd mag branden. Yajyas tapo danam. Tap. Tweede is tap. Apne ko tapana. Uzelf laten disciplineren. Waarnemend president Ashwin Adin afgelopen zaterdag bij het inluiden van de Diwali-manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein. Het Diwali-feest wordt op donderdag 19 oktober gevierd.